na het bombardement op Rotterdam zag de opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, generaal Winkelman, zich gedwongen te capituleren. Dat gebeurde in het dorpje Rijsoord, vlak onder Rotterdam. En deze foto laat zien het klaslokaal waarin dat plaatsvond. Het is een beetje merkwaardig, een klaslokaal zonder leerlingen, maar met hoge Nederlandse en Duitse stafofficieren die tegen een achtergrond staan van wandkaarten en een kast met allemaal apparatuur waarmee leerlingen werden onderwezen in de beginselen van biologie en natuurkunde.